eerste progressiereeks is om ervoor te zorgen dat als jullie straks terugkomen vanuit deze quarantaine, dat jullie een hoop meer bunnies hebben. Wat we zo meteen gaan doen is in 5 verschillende oefeningen gaan we die opbouwen naar een plyometrische oefening om die vertical jump wat te kunnen verbeteren. De eerste oefening in deze reeks is een landingsgebaseerde oefening. Wat Ruud zo meteen gaat doen is een tall to short landing. Komt op zijn tenen staan, handen boven zijn hoofd, trekt zichzelf in een landingspositie. Eenmaal vanaf de zijkant. Tall to short landing, stap 1. Stap 2 in onze progressie is een submaximale vertical jump. Kijk naar Ruud hoe hij deze uitvoert. Landingspositie is weer identiek, staat op en nogmaals. Stap 2. Stap 3 in onze progressiereeks gaan we door met de vertical jump. Alleen niet iedere keer als we landen gebruiken we dat meteen voor onze volgende sprong. Ziet er zo uit. Stap 3. Stap 4 in de progressiereeks. We gaan nu precies hetzelfde doen. Maar wat je Ruud zo meteen ziet doen is geen tijd extra op de grond nemen. Hij gaat direct door. Let op, het is wel submaximaal. Stap 4. En de laatste stap, de 5e stap in onze progressiereeks, is de repeated vertical jump. Probeer iedere rep zo hoog mogelijk te springen. Nu is je gedachte maximaal gaan. Het ziet er zo uit. Bunnies.